Wij hebben het kunstkabinet een aantal jaar geleden aangeschaft. Met daarbij in gedachte dat we met meervoudige intelligentie gaan werken. We hebben de zaakvakken daar geïntegreerd op een paar momenten in de week. En wij wilden daar ook bij de creatieve vakken betrekken. De kinderen gaan tijdens de meervoudige intelligentie, wij noemen het nu talententijd in verband met onze nieuwe naam en de talent van de kinderen, willen we ze ook allerlei aspecten aan bod laten komen. We zijn op een studiedag meervoudige intelligentie zijn we allemaal bij elkaar gekomen. Er zijn alle leerkrachten uit verschillende bouwen die hebben gekeken van nou, wat zijn de thema's die in een jaar aan bod komen. En zijn we met die thema's, met een map voor het kunstkabinet, zijn we gewoon gaan kijken, alles gepakt en gekeken oké, waar kan ik dat onder verdelen? Waar zou ik dit aan bod kunnen laten komen? En dat hebben we ook zo met de techniektorens gedaan. We hebben alle thema's bekeken en gekeken van welk onderdeel of welke activiteit heeft de techniektoren past bij dat thema. Ja, we hebben ook met de pruikentijd, die komt ook aan bod, die periode. En daar staan ook, in het kunstkabinet was ons sowieso opgevallen dat een aantal onderwerpen van de kanon daar heel specifiek in genoemd worden. Dus het thema pruiken, dat komt heel mooi, dat sluit dan naadloos aan bij dat project. En dan kunnen we ervoor kiezen dat dat optioneel is, dus dat de kinderen zelf mogen kiezen of ze het doen. Of het is gekoppeld aan een leerkrachtgebonden les. Nou, wat wij vooral ook een voordeel vinden van het kunstkabinet is dat het heel compleet is. Dus de leerkrachten, er zijn toch ook wat leerkrachten die zelf wat moeite hebben om een leuke creatieve opdracht te bedenken. Die snel vastlopen of het wordt een beetje een herhaling. En dit zijn wel hele originele opdrachten. En daar ook verschillende technieken komen aan bod. Dus technieken waar je dan zelf misschien ook niet zo snel aan denkt. Dat kinderen verschillende technieken van met verf omgaan of met mengen. Dat kunnen gebruiken en dat het allemaal bij elkaar is. Dus je hebt en de materialen, je kan het ook makkelijk weer aanvullen. Je hebt een hele lijst wat er allemaal erbij hoort. Het is heel uitgebreid. Dat is, vooral voor leerkrachten is heel gebruiksvriendelijk. Je haalt het uit de kast en je kan ook meteen aan de slag.